Ik ben Hajar en ik heb een wonder meegemaakt. Ik denk dat de dood voor iedereen iets engs is, omdat we niet weten waar we terechtkomen. En ik heb eigenlijk een mogen spieken hoe dat zal zijn. Ik was zwanger, 8 maanden zwanger van mijn dochter. En het ging niet zo goed in de zwangerschap. Medische problemen, zoals zwangerschapsvergiftiging, onvoorkomende stuitligging van de baby. En ik weet nog dat de zuster bij mijn bed stond en zei van, ik ga je dochter drinken geven. En ik kon nog maar net zeggen van, ik voel me niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand is, ik voel me niet goed. Dus ik voelde me steeds meer wegzakken, gewoon vanuit mijn eigen ik. Ik heb zelf ervaren dat ik mijn lichaam uittrad. En als het ware zat ik met een draadje vast, linksbovenin. Dat weet ik heel goed. En doktoren eigenlijk à la minuut besloten om naar de operatiekamer te gaan. Ik keek naar mijn broer en mijn broer is echt heel groot, is 2 meter. En zo'n klein hummeltje van een dochter nog in het wiegje. En die zei... En op dat moment werd ik al de camera uitgereden. Ik kon alleen maar kijken. En mijn broer die heeft gewoon gezegd tegen mijn dochter van, ik bescherm je tot mama terugkomt. En zijn hele lijf zat zo over het wiegje heen van, niemand komt erbij in de buurt. Heb nadien met mijn broer gesproken. En ik heb hem bedankt. Mijn broer was helemaal uit zijn noem. Trok wat witte weg. En hij zei van, dat kan je helemaal niet weten, want je was niet in de kamer. Dat kan helemaal niet. Ik weet nog dat ik bij de lift stond. Ik hoorde dat iemand op de lift drukte. En ik wist dat ik de lift in moest. Want als ik niet de lift in zou gaan en de deuren zouden sluiten, zou ik ook echt doodgaan. En dat was iets wat gewoon heel duidelijk aan de orde was. En toen ben ik heel snel, als het ware, de lift ingegaan. Ik ben naar de operatiekamer gegaan. Ze hebben me verdoving gegeven. En vanaf dat moment is bij mij ook alles veranderd. Ik was ergens waar het heel mooi was. De wolkjes, de warmte, de liefde. Het was echt heel mooi. Ik zag het alleen op een afstand. Ik mocht niet dichterbij komen. Iemand stond daar. Het was een vrouw. Een hele warme, lieve stem. En de stem zei dat ik hier nog genoeg te doen had. En dat mijn dochter me nodig zou hebben. Toen ik wakker werd, kon ik dat niet helemaal plaatsen. Je kan het ook niet plaatsen. De eerste tijd dacht ik echt dat ik gek was. Ja. En nu dat ik dit heb meegemaakt, heb ik geleerd dat iedereen anders is. Iedereen anders mag zijn. En de gevoelens die je soms gewoon hebt en ervaart, dat vaak toch wel iets van je eigen is. En ik denk dat we met z'n allen veel meer liefdevoller moeten zijn. En begrip moeten tonen.